kwam daar binnen in die zaal en ik was als aan de grond genageld. Eindelijk rust. Eindelijk stilte. Daarmee moet je het dan doen. Dan ga je zo'n schilderij ervaren en jij besluit voor jezelf wat je daarmee kan. Kleur is voor mij heel erg leven. Ik hou van kleur. En wat verschillende kleuren kunnen zeggen. Ik heb geen idee wat Rothko in zijn hoofd had toen hij dit maakte. Maar ik kan me voorstellen dat je als kunstenaar meerdere lagen wil laten zien. Rothko in deze architectuur, ja, dat weet ik van tevoren al, dat wordt een fantastisch huwelijk. Dat wordt zo mooi, dat gaat zo goed staan. Architectuur gaat eigenlijk bijdragen aan het gevoel dat die schilderijen gaan oproepen. Er gebeurt meer dan wat het oog waarneemt. En dat is, denk ik, de magie van Rothko. Je voelt hem, hij appelleert aan andere zintuigen dan je oog of je smaak of je gevoel. Het gaat ergens dwars doorheen. En daar doet dit platte vlak met verf een hele rare... Ja, werking. Het is meer werking dan een afbeelding of schilderij. Het is ook veel meer dan dat. Je verhoudt je ook tot een Rothko. Veel meer dan tot een ander schilderij. En ik vond het zo fantastisch dat ik ben daar eindeloos bij blijven staan. En dat komt ook omdat je eigenlijk niet zo goed weet wat het schilderij met je doet of wat er op het schilderij gebeurt. Dus geleidelijk aan word je als het ware door dat schilderij geabsorbeerd. Het vergt een soort meditatieve aandacht. En dat was allemaal voor mij een totaal nieuwe ervaring met het kijken naar eigentijdse kunst. Laag na laag kwam op doek en al die lagen haakten aan elkaar en vaak eindigde hij dan met een donkere tint, soms gewoon zelfs zwart of donkergrijs. En vervolgens kunnen wij ervaren, als we oog in oog met een werk van Mark Rothko staan uit die late periode, zwart geeft licht. En het vraagt eigenlijk best wel veel van je om er iets in te zien. Dat er een contact ontstaat. Voor mij is dat dan met muziek, maar hier is dat op een schilderij. Maar die schilderijen van hem, die hadden ook iets, ja, ik zou bijna zeggen onverbiddelijks voor al dat late werk. Dat late werk dat was grijs en zwart. En dat waren gesloten vlakken boven elkaar. En dat had eigenlijk niet zoveel van de poëzie van het werk van daarvoor. Dat wou hij ook helemaal niet meer. Hij wou absoluut gebaren maken. Absolute gebaren met zijn kunst. Dan word je ondergedompeld in zo'n beeld gezogen. Of in zo'n ervaring getrokken. En ja, daar is Rothko dan, denk ik, de meester. En wat dat nou precies is, dat weet ik eigenlijk niet. En misschien wil ik dat ook wel niet weten, want ja, dat is denk ik onderdeel van de magie. Voor mij was dat echt zo'n enorme, ja, ervaring, omdat ik dacht, jeetje zeg, dit komt voor mij zo dicht bij de ervaring als danseres. Ik krijg er nu ook gewoon weer kippenvel van, want als je danst, dan kan je eigenlijk niet spreken in woorden. Dat is iets, dat doe je, dat beleef je, dat ervaar je, dat deel je. En ja, de ervaring van zo'n schilderij is hetzelfde. Je gaat er naartoe en het overkomt je eigenlijk. En dat vind ik sowieso mooi aan kunst. Want mensen die niet verder durven te kijken dan hun neus lang is, blijven in hokjes denken. En door dit soort kunst moet je wel verder denken. Wil je daar iets in zien? Het is kleur, het is intens, het is diep, het is onmetelijk. En het vibreert voor je oog. En je wil het begrijpen en dat lukt maar niet. Dus je blijft kijken. En dat is precies de aantrekkingskracht van Rothko. En dat was het ook. Maar je voelde dat hij eigenlijk dacht dat dat gewoon het hoogtepunt van de kunst was. Of in ieder geval het eindpunt. Omdat hij dus dacht dat na hem de kunst zou ophouden, was het voor hem bijna een persoonlijk affront dat ineens begin jaren 60 daar van die rare mensen opstonden in New York die ineens Mickey Mouse gingen schilderen of die dollarbiljetten gingen maken. Roy Lichtenstein, dat werk van Lichtenstein heeft hij ervaren als een persoonlijk affront. Nou, en dan was er nog één iemand die veel erger was. Dat was Andy Warhol. Nou, dat was voor hem onbegrijpelijk. Een idioot met een wit-zilveren pruik op die praatte alsof hij een robot was. Dat was alles wat Rothko verafschuwde en hij dacht echt dat de kunst in Amerika
Amerika richting barbarij zou gaan. Ze hebben elkaar één keer ontmoet. En Rothko reageerde ja, bijna als een soort gekwetste paus. Hij weigerde Andy Warhol de hand te schudden. En Andy Warhol die vond dat niet zo heel erg. Die zei weer, oh gee, I really like this work. Maar Rothko was furieus. Maar dat was voor hem iets ongelooflijk onverdraaglijks. Pop art, color field painting. Het was hupsafladder, gedoe. Hij kon zich niet voorstellen dat na zijn schilderijen er schilderijen gemaakt werden. Dat kon hij zich niet voorstellen. Ja, hetzelfde als wat ik nu uitbeeld. Met dat ik het eigenlijk gewoon niet weet hoe ik het in woorden moet uitdrukken, die ervaring. Dat was dus ook die ervaring daar. Het is voor mij zo'n ultieme vorm van perfectie. Je gaat door laag en door laag en door laag. En dat ervaar je natuurlijk niet meteen, maar je blijft erbij staan. En je krijgt een gewone gevoelsmatige relatie mee. Ik weet zeker, als je nog een keer naar een schilderij gaat, ook al is het precies hetzelfde schilderij, en je gaat dat zien op een ander moment in je leven, dat je totaal een andere ervaring hebt. Dus daarom is het ook van belang dat je soms periodes ertussen maakt, waardoor je een andere beleving hebt en een andere reflectie. Want dat is wat kunst eigenlijk met je doet. Het haalt dingen uit je die je misschien in eerste instantie niet verwacht dat die in je zitten qua emoties. Het abstracte vind ik ook te gek, omdat ik dat zelf ook probeer te doen in mijn muziek. Om niet meteen te laten zien wat het zou moeten zijn. Ik vind het mooi om poëtisch te zijn met woorden en in dit geval vind ik het dat Rothko poëtisch is met kleuren. Rothko kun je, en dat is hij eigenlijk een van de laatste in de kunstgeschiedenis, kun je eigenlijk zien hoe hij stap voor stap kwam tot die beeldtaal waar ik zo even over sprak. Die gelaagdheden, die kleurbanen, waar zoveel mensen een religieuze dimensie in zien. Wij hebben Mondriaan. Wij kunnen precies zien hoe Mondriaan begon met zijn eigenlijk Nesquio-achtige Hollandse landschapjes, hoe zijn boompartijen abstraheerden en hoe hij uiteindelijk stap na stap na stap uitkwam op die rechte lijn, het rood, geel en blauw. En het leuke is ook dat Rothko gekeken heeft naar Mondriaan. Toen Mondriaan vluchtte uit Europa vanwege de Tweede Wereldoorlog, kwam hij aan in Amerika en hij werd in New York met open armen ontvangen. Hij was de grote held voor al die jonge kunstenaars. En toen Rothko nog niet bekend was, maar wel tentoonstelde, toen schreef een criticus over zijn werk als dat het blurry Mondriaans, vervaagde Mondriaans zouden zijn. Je ziet hem door een fase van expressionisme gaan. Je ziet hem eigenlijk feerieke beelden maken van mensen die wachten in een metrostation. Je ziet vervolgens die mensen ja, verflauwen en vervagen tot beeld. Ja, druppels zou je kunnen zeggen. Maar nog steeds is er niet dat beeldmerk van Rothko, dat eindpunt, alleen maar die lagen, alleen maar die vlakken. En wat je dus ziet is dat hij op een gegeven moment probeert om die figuratie als het ware deel te laten uitmaken van dat idee van dat concept, van dat gevoel voor die kleurvlakken. En dan ontstaan er prachtige schilderijen waarbij die kleurvlakken als het ware lijken te zwemmen. En geleidelijk aan komt daar dan meer structuur in. Maar ik schets dit om je duidelijk te maken dat er dat er in dat werk van Rothko een heel sterk element zit van het ene werk bracht het andere voort. Het ene creëert als het ware ook het volgende. Dat is niet iets ongewoons, maar bij Rothko is het van belang om dat ook te beseffen en niet allerlei veel te incidentele interpretatietjes los te laten. Rothko maakte samen met andere Amerikaanse kunstenaars juist deel uit van een tweede generatie abstracte kunstenaars. En die Amerikaanse kunstenaars die deden het allemaal wat anders dan die Europeanen. Het is emotioneler. De kunst is ook bedoeld om echt de mensen te raken, om misschien troost te bieden. En dat zie je ook terug in die schilderijen. Soms zie ik ook bij ons in de voorstellingen bij het Nederlands Danstheater dat mensen gewoon huilend weggaan. En dat is echt fantastisch om te zien. En ik weet ook van de schilderijen van Rothko, ik heb zelf niet hoeven te huilen, maar ik had wel zo een gevoel van, ik heb weer betekenis. Na het dansen. Dit klinkt heel heftig, maar het is echt zo. Ja, mijn Rothko-liefde reikt op een gegeven moment zover dat ik naar New York ging om de Four Seasons te bezoeken. Het restaurant
dat Rothko ooit in de jaren 60 een opdracht had gegeven. Maak 8 wandomspannende werken voor het geweldige, enorme, hoge en peperdure restaurant. Hij had bijna nooit de opdrachten, maar hij kreeg daar het toen duizelingwekkende bedrag van $40.000 voor. Het restaurant was nog niet officieel geopend. Hij ging daarheen met zijn vrouw om te lunchen. Hij was not amused. Hij keek rond, zag de cliëntel daar allemaal. Wall Street, jongens en meisjes misschien toen nog niet, maar Wall Street, heren. Zei tegen zijn vrouw, we stappen weer op. These rich bastards don't deserve my paintings. En dat was dan dat. Hij gaf de opdracht terug, maar ging wel met diezelfde fascinatie door. Werken aan die reeks, dat zijn de zogeheten Seagram murals geworden, die nu in Tate Modern hangen in Engeland, in Japan hangt er een reeks en in Washington. Maar ze hadden dus bijna in dat restaurant gehangen. En de echte Rothko Maan, want dat ben ik toch echt, ga dan daar ook naartoe. Dus ik kwam daar aan en ik was onder de indruk van dat enorme restaurant. Daar zaten ook nog steeds rich old bastards, zal ik maar zeggen. En kennelijk was er iets in mij dat, waaruit bleek dat ik niet echt een cliënt was. Maar ja, Hollander, plastic tasje in de hand, je kent dat wel. Dus daar kwam een gérant op mij af en die vroeg niet of ik wat wilde drinken of eten, maar zei maar één ding, the Rothkos are not here. They are not here. Er was nog maar één kunstenaar waar hij echt grote betekenis aan hechtte. En dat was Reinhardt. En die maakte op plaats van die hele zwarte, donkere schilderijen met een kruis wat daarin zichtbaar werd. En dat vond hij geweldig. Maar dat was dan ook verdwijnen in het niets. Oplossen in het niets. En ik weet nog, hij had toen hij een eind aan zijn leven had gemaakt, een briefje, een berichtje voor mij achtergelaten. Ik werkte toen in het depot van Metropolitan. En toen kreeg ik het bericht in dat depot. En opeens dacht ik, hij is zelf opgelost in het niets. En het was net alsof het een oplossing was, een vervulling van de gesprekken, die laatste gesprekken die we met elkaar hadden gevoerd. Het maakt ons in het gemeentemuseum ook heel erg trots dat het ons gelukt is om deze tentoonstelling van Mark Rothko te organiseren. Er zijn relatief weinig schilderijen van Rothko in Nederland. Er zijn er maar 2. En geen daarvan zit in het gemeentemuseum. Dus het was niet heel eenvoudig om dat allemaal te organiseren. Maar toen ik naar Amerika ging om daar met mijn collega's te praten over dit idee, toen waren ze al heel snel enthousiast. Omdat ze ook wel begrepen dat het combineren van die schilderijen van Rothko met het werk van Berlage, het gebouw van Berlage, dat het eigenlijk een mogelijkheid was, een opportunity zoals ze dat noemen in Amerika, die je niet mocht missen. Het wordt een onvergetelijke tentoonstelling waar ik al enorm naar uitkijk. En ja, ook ik leid een beetje onder de Rothko-koorts, om het zo te zeggen.